Vrouwen en kinderen plegen nu ook berovingen, vertelde het hoofd van de regio bijstandteam Midden, Hesdy Godliep, gisteren tijdens een persconferentie van het Korps Politie Suriname. Godliep merkt op dat de gemeenschap moet weten wat zich voordoet in het land. De speciale eenheden werken nu met man en mag aan het terugbrengen van het veiligheidsgevoel. Ik wil het nu ook hebben over de verschillende groepen dat wel vormen van berovingen en inbraken. Was het vroeger zo dat het overwegend mannen waren? Nu heb je man en vrouw, jeugdige, bendevormingen. En waar het aan ligt, dat zult u als gemeenschap wel weten. De vorige spreker heeft het al aangegeven. Leidingen, heb je daar een bende gehad? Een jeugdbende? Bestaande uit, denk ik, 8. 4 zijn al in verzekering gesteld. Die er niet voor schromen om hun slachtoffers hardhandig aan te pakken. Kapverwondingen toe te brengen, steekverwondingen, zwaar te mishandelen. En als je nagaat wat de buit is, een 500 SRD, een toestel. Godliep merkt verder op dat een taxichauffeur op 12 november werd beroofd door een echtpaar. Politieagenten staan er verbaasd over dat vandaag de dag de vrouwen het brein kunnen zijn achter zulke misdaden. De hoofdinspecteur stelt dat ook de eenheden doorhebben dat het veiligheidsgevoel teruggebracht moet worden. Het hoofd van de afdeling fraude, Errol Nipte, zegt dat de gevallen van oplichting ook een andere trend aannemen. Wat ons ook een zorg gebaart zijn die gevallen waarbij met name vreemdelingen slachtoffers zijn van die zogenaamde consultants die hun diensten tegen betaling aanbieden, waarbij ze dan die mensen beloven dat ze hun zaken, waaronder verblijfspapier, in orde kunnen maken. Achteraf blijkt dat ze op een gegeven moment die mensen van valse documenten voorzien. We hebben recentelijk nog gevallen van valse paspoorten, Surinaamse paspoorten en valse rijtoestemmingsbewijzen. Dus ik denk dat we hier ogenblik van hieruit we nogmaals een beroep doen op die mensen. Dat ze toch in geval ze hun zaken in orde willen maken, dat ze het toch doen via de officiële instanties. En het niet doen via zogenaamde consultants. Omdat het gebruik maken van valse documenten ook een strafbaar feit oplevert. Nipte zegt dat de politie met tientallen gevallen van oplichting geconfronteerd is geraakt in de afgelopen 4 weken. Vooral gevallen waarbij goederen worden gekocht en daarna valse overmakingsbewijzen worden verstrekt, baren zorgen.